Oké, de squishy staat officieel in de fik. Ja, maar ik durf hier niet weg te kijken, want direct schiet de vlam erin en dan... Wow. Oh, hij lekt door! Hij lekt... Hi lieve tatties, welkom bij een nieuwe video! Ik ben Sergio. Ik ben René. En dit is een video helemaal in het teken van... Squishes! Oh, heel het beeld weer verschoven. We gaan testen doen. Ja. We gaan squishies testen. Goed voorbereid dit. Aangezien squishies helemaal een hype zijn helemaal of waren, dachten we, ja, maar eigenlijk moeten die dingen ook gewoon een beetje op veiligheid worden getest. He? Oh, die kinderen die spelen er maar mee. Maar wat kunnen ze nou allemaal aan en wat gebeurt ermee? Als je ze bijvoorbeeld invriest. Dat we ze in de pan doen. Leuke. Of in de oven. Magnetron. In de fik steken. In de fik steken, want stel je voor, je kind heeft ineens een aansteker. Je weet het niet. Je weet het niet. Dus we gaan even kijken hoeveel we daar hebben. Ja, wat hebben we besteld? Want het is alweer eventjes geleden natuurlijk. Eventjes geleden. Nou, deze hadden we al. Die hebben we in, was het in Utrecht? In een winkeltje gekocht, ja. Dat is een avocado, om het toch een beetje gezond te houden. Dit is er eentje van... Squishy Decor Toy. Het zal ongetwijfeld uit China komen. Ach. Een ijsje. Iemand heeft er al een hap van genomen. Ze konden het niet laten. Ziet er wel lekker uit, moet ik zeggen. Ziet er wel lekker uit, maar dit vind ik wel echt een beetje... Dit ziet er al een beetje uit dat je denkt van... Kun je stikken? Je moet hem niet aan een baby geven. Maar dit schijnt ook het ding te zijn, hè? Dat je hier zo kijkt en dan blijft er niks van je ijsje over. Ja. Ja, ja, het is volgens mij natuurlijk voortgekomen uit de oude stressbal. Denk je niet? Denk het wel. Daar is het een beetje uit... Ik ben een beetje bij, hoor. Ik krijg er spontaan honger van. Ik heb ineens zin in slagroom. Maar je hebt dus... nou weet ik eigenlijk niet meer. Je hebt ook weer gradaties in squishies, hè? Je hebt gewoon... Nee, ook nou vast. Maar je hebt natuurlijk gewoon de snelle squishy. Ja. Maar je hebt dus ook... Ja. De trage squishy. De trage squishy. Dus er zit gewoon een hele theorie achter. Hè? Dus hoe gaan ze reageren? Nou, laten we de rest even uitpakken. Oh. Er ging wat... Volgens mij een picknick er zo aan. Nog niet. Er ging een beetje hagelslagen vanaf. Oké, next. Even kijken. Hier staat niet op. Ik knip hem gewoon open. Ik hoop niet dat ik hem een squishy knip. Dat zou jammer zijn. Oeh. Ach. Een unicorn! Hij past wel bij mijn outfit. Wacht, dit is leuk. Ah ja, die zit een kaartje in. Jammer. Oh, deze vind ik wel leuk. Die gaan we in de fik steken. Kijk, deze is zo. Die is toch iets minder goor dan deze, vind ik. Ja. Nou, eens kijken of die nog een beetje herstelt. Zo. We hebben een avocado. We hebben de unicorn. We hebben een ice cream. Zat er toch maar één in? Nee, daar zit er dan meer in, denk ik. Ja, we moeten weer met grof geweld. Ja, hier zitten we... Zo dan. Oké, we moeten meer dingen bedenken, want ik heb spontaan zin in snoep. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dit is gewoon een verrassingspakketje. I love squishies. Nou, we gaan eens even kijken of er nog steeds van lacht. Dat is wat we ermee hebben gedaan. Geef je schaars. Nou, toch wel. Ja, deze, ja, ik kan wel weer, maar dan krijg ik een commentaar en zo. Nummer 1. Ja, een emoji. Wat is het? Het ziet eruit als een marshmallow of ja. Oh, nou moet je gelijk trekken, hè, Bobby. Ja, weet ik niet. Ik krijg er meer honger van dan dat ik rustig van word. Ik weet niet hoe jij... Het is zeer eetlustopwekkend allemaal.
Oh. En dit is een kattenpootje, denk ik. Zo'n, ja, beetje zo'n cartoon poppetje. Zou dit nou een beetje van dezelfde kwaliteit, zijnzelfde... Deze gok ik van wel. En, Want dan is het misschien wel leuk om, aangezien van hetzelfde vastigheid zijn, ja, om die dus te verdelen. Want dan zien we echt van hoe reageert hij daarop en hoe reageert hij daarop. Exactement. Dit zijn trouwens allemaal sleutelhangertjes. Ah ja, zodat je het altijd bij hebt. Een aardbei. Dus een aardbei. Ach, wat is het? Nou, dit is een beetje hetzelfde als die eerste, dus die leg ik er gewoon bij. Een ander kleurtje. Dit is wel leuk. Ik weet niet wat het is. Een soort van beertje, katje of zo. Ja, dat is een... Een Aziatisch nijntje, denk ik. Ja. Dit is een macaron. Een macaron. Macaron. Die is wel een stuk harder. Een stuk harder. En hier moeten we ook even mee uitkijken, hè? Ja, ja, die moet je niet inslikken, inderdaad. Kijk, want we weten natuurlijk niet hoe dit gaat reageren. Ja, ligt eraan wat we ermee doen, inderdaad. Ik gok dat als we hem in de oven doen, dat hij gewoon warm wordt. Dus die moet misschien maar in de oven doen, zo. Nou, deze kan ik dus al bijna open trekken, hè? Dus hele goede kwaliteit is het niet. Ja, maar ik heb ook gehoord dat juist de squishies beroemd zijn om het feit dat, hoe nieuw ze ook zijn, ze allemaal defect hebben. Stuk gaan. Nee, al defect, al kapot zijn. Oh. Het is geen echte squishy als het niet een scheurtje heeft of een dan heb je echt een randje. Nou, het schijnt dat ze daardoor juist inderdaad... Ze mogen stuk. Vermogen bepalend zijn. Nou, ik vind het diepzinnig. Diep. Hashtag diep. Hashtag diep. Heb je hem gewoon nu al gesloopt? Nee. Het is toch... Dit is, dit nog is een kattenpootje. Kattenpootje. Ah. Een croissant. 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 En die is ook... Ja, dan gebeurt niet bij een echte croissant. Nee, nee, nee dan, die zijn iets minder veerkrachtig. Ja. Bij een croissant is het gewoon zo... En dan... Dan krijg je heel veel rotzooi. En dit is gewoon... Nou, de honden die zeggen ook, kom op, aan de slag ermee. Oh. Mooi. Heb ik nog één? Maar één. Jezus, een brood. Hallo. Het redloof. Nou, ik vind het schattig. Nou, we hebben toch wel een aardige verzameling aan squishies. Zo. Dus, we gaan ze invriezen. In de pan, in de fik, in de oven, in de magnetron. In de vriezer? Volgens mij zei ik als eerste, maar dat maakt niet uit. Geeft helemaal niks. Koken in het water. Koken in het water kunnen we ook doen, ja. Ja, 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 ja. Ik vind het een goeie. Nou, we kijken wel hoe ver we komen. Ja, misschien wil deze achter de motor. Ik weet niet of hij dat durft. We moeten even met hem in gesprek, denk ik. Even kijken of hij dat durft. Ja, het staat niet in het contract, dus even één op één met Unicorn. Precies. Nou, let's do this! Oké, okay, we beginnen met de ijs. En we hebben die gelati. Gelato. De gelato en de aardbei, de spragola. En die gaan we in de ijskast doen, hè. Hoe lang gaan we hem erin doen? Nou, ik denk dat als we een uurtje, ik heb hier de telefoon, heb ik op een timer van een uur gezet. Dan, ja, moet toch binnen een uur wel, zeg maar, iets gaan doen. Dus, ik leg ze hier neer. Want een ijsje... Hoort in de vriezer. Dus we gaan even kijken wat het doet. Er komt al aardig wat kou vanaf. Ja. Oké. Okay. Tot over een uur. Aangezien een croissant in de oven hoort, hebben we pas een oven voor verwarmd op ongeveer 200 graden, zie ik. Ja, moet hij daarbij?
Nee, ik had wat rozemarijn over. En, even een kooktipje tussendoor. Als rozemarijn, verse rozemarijn gaat verkleuren, dan kun je ze best even roosteren in de oven. Want dan zijn ze gewoon houdbaar. Dus, zullen we die er dan even aan het halen? Dus die mogen eruit. Aui. Gaan we ze hierop zetten? Ja joh, lekker op de plaat, bakpapier. Zoals een echt croissantje hoort. Deze doen we er ook bij, want de andere het andere deel wat ik kapot heb gemaakt, doen we in een magnetron. Zodat we ook het verschil kunnen zien wat er gebeurt in een oven en een magnetron. Spannend. Hey. Kop koppie. Zo. Oeh. Oh, daar gaat ie. Oh, wat gaat er gebeuren? Nou ja, ik gok dat we er maar eventjes gewoon bij moeten blijven staan. Nou, net een echte croissant. Nou, doen we dicht. Oké, we gaan het in de gaten houden. We beginnen met 5 minuutjes. Ja. Oké, hij moet blijven tikken. Magnetron? In de oven. In de oven. Ja, begin met 5 minuutjes in de oven. Dan hebben we natuurlijk de magnetron. Ik kan niet goed gaan, jongen. Ik kan niet goed gaan, jongen. Dan doen we deze. En die? Zullen we er iets onder doen? Gaan we er iets onder doen? Kijk nou, hij kijkt helemaal zielig. Wat gaan we eronder doen? Maar dat is wel gek, want hij keek net nog heel vrolijk. Oké, okay, even ter bescherming van ons magnetron, in ieder geval van de glasplaat, zetten we hem even daarop. Oké. Was dat nou? Nee, dat was een nippert. We zetten ook deze op 5 minuten. Hij loopt al, schatje. 5 minuten. 5 minuten. Spannend. Dit kan niet goed gaan. Wat gebeurt daaronder? Ja, helemaal niks. Gebeurt er niks? Ik ben benieuwd. Oh. Hij ligt er lekker bij hoor. Dan kunnen we hem echt op eten. Nou, ik vind het nog verrassend goed voor me eigenlijk. Ik vind het ook, ik vind het ook. Oké, er zijn inmiddels... ik begin iets te ruiken. Ja, het begint aan te ruiken. Ik weet er niet waarvan. Onder of boven? Ik denk van onder. Is een beetje moeite met scherp stellen. Ik weet niet, gebeurt er al iets? Volgens mij, als we ze er lekker uithalen, dan zijn ze gewoon helemaal... Ja, en als het niet gebeurt, hè, want daar gingen we ze op testen, ja. Dan is het wel... Dan is het goed spul. Kwaliteitje. Oké, er zijn inmiddels 2,5 minuten verstreken. Hij staat nog steeds rechtop. Hij staat rechtop, er gebeurt heel niks. Ik dacht echt, dit gaat roken en... Dit smelt ter plekke. Ja. It is still going strong. Het ruikt wel ontzettend zoet. Dus ik weet niet wat ze er allemaal in doen, maar... Oh, er gebeurt iets. Ik zie niet, ik zie een beetje... Oh! Oh, he's going down! Mayday! Het lijkt wel alsof die... Ik zie net een beetje van die gaatjes erin komen. Of had hij die al? Ik weet het niet. Volgens mij is hij aan het smelten. Ja, zo. Ja, nee, er komen nou gaatjes in. Om gaatjes erin? Dus maar ongeveer. Ja, hij gaat roken. 4,5 minuut. Hij gaat roken. Fuck, daar heb ik dus een magnetron hebben. Hij gaat roken en... Oh, en nou gaat hij smelten hoor. Oh shit. Ja, oh. Brandalarm. De vrouw staat er open. De deur staat open. Oh.
Ik hou mijn hand bij de klok. Doei. Hij rookt en dan wordt het zwart. Dit is na 4 minuten. Ja. 4 minuten. Hij heeft het lang volgehouden, maar er is toch echt wel wat gebeurd. Ach, kijk hem nou. Hij is helemaal de weg kwijt. Dit is gewoon Nijntje burnt down. Die macaron die houdt zich nog vrij goed, moet ik zeggen. Ja. Ja, dat, ja. Dat gezicht van... Oh, dit is echt niet goed. De ogen gebeurt dan wel wat snel. Ja, maar ik durf hier niet weg te kijken, want direct schiet de vlam erin en dan... Oh, hij lekt door. Hij lekt door. Door het bakje. Laten we maar uitdoen. Dit kan niet nog een half minuut. Oh shit. Wat een dier ben jij. Ik durf niet meer. We hebben gezegd 5 minuten, hè? Oh, hij lekt helemaal door. Hij lekt helemaal door. Kijk dan. Alsnog een hele glasplaat naar zijn grootje. Ja, gooi maar open. Oh, dit stinkt. Oh, kijk dan jongens. Oh, wat meurt dit. Maar hij is door de plastic doos gezakt, hè? Hij is door de plastic doos. Hij is er gewoon helemaal doorheen. Ik ga hem eruit halen. Hij is er gewoon helemaal doorheen. Nee, er gebeurt vooralsnog niks, hè? Nee. Negatief, negatief, alles is goed. Oh shit. Oké, we gaan eventjes een beetje afstand nemen. Ik geloof niet dat dit heel gezond is. Woe! Hij heeft het 4 minuten goed volgehouden, na 3,5 minuut. En daarna was het dan going down, nou, ik vond melting al the way. Ik vond het al lang duren. Ik dacht echt van dit hoezo kan dit zo lang in de marathon? Maar wil jij het nog even... Toen hij eenmaal... Wil jij nog even van dichtbij filmen? Toen hij eenmaal ging... Ja, toen hij dus helemaal ging... Toen was er ook geen houden meer aan. Dat kan je laten zien. Oh, hier gebeurt ook wat hoor. Ja, ja. Hij is er helemaal doorheen gezakt. En het stinkt! Man, man, man. In de ogen is ook van alles aan de gang. Oh, we zien ze ingewanden. Oh. Ja, ja. En in de oven is inmiddels ook het een en ander. Oh, dit is ook al zo stinken. Hij is ook aan het knappen. Hij is aan het knappen. En hij stinkt. En er komt rook vanaf. Jongens en meisjes, don't try this at home. Haal hem er maar uit. Ja, we gaan hem uit halen. Ondertussen heeft Picnic even echte boodschappen achtergelaten. Dus die gaan we eerst even opruimen voordat we verder gaan met dit hele spannende experiment. Wow. Gevaarlijk is het, gevaarlijk. Om even terug te komen op die kwaliteitsverschil, het kwaliteitsverschil. Want dat was de mascarpone. Toch, zullen we dat? De macaron. Oh, macaron? Oh ja, tuurlijk. Nou. Dit was de macaron. Ja, dat is eigenlijk... Die is echt een stuk steviger en niet gesmolten. Eigenlijk is daar vrij weinig mee gebeurd. Ja, maar kijken we in naar... In tegenstelling tot Nijntje, die is gewoon helemaal weg. Dan kijken we even naar degene in de oven. Dan is ook weer die wat zachtere... Is toch gesmolten. Maar kijken we weer naar die. Wederom, hij is verkleurd. Maar vrij weinig mee gebeurd. Ja. Nou. Ik vind het een bijzondere ontdekking. Ja. Wat hebben we nog over? We hebben nog het in de pan bakken. Ja.
en in heet water. Dus dat gaan we nu even doen. Ik ga even een pannetje water opzetten. Oh, maar jongens, dit stinkt, hè? Terwijl deze even aan het koken is, gaan we hier denk ik ook even wat olie in doen, hè? Ja. We laten hem eerst even heet worden, zoals normaal. Ondertussen kijken we eventjes hoe het gaat met onze vriezer. Oh, nou. Die worden al wat harder, hoor. Dat wordt dadelijk gewoon een echt ijsje. Deze die kunnen we echt de prullenbak in. Nou, there we go. Nu lacht hij nog. Ja, wat jullie natuurlijk niet kunnen ruiken, is de geur die er vanaf komt. Het is echt gewoon een hele sterke chemisch geurtje. Het is echt niet lekker. Het lijkt een beetje op, ik kan niet, waar lijkt het op? Gewoon smeltend, verbrandende plastic of zo, hè? Beetje schuim. Ja. Makkelijk, hè? Ja. Ik vind wel leuk dat de binnenkant er ook net uitziet als echt brood. Het is gewoon een wit broodje. Sneetje tagen. Ik zeg, experiment geslaagd! En als laatste... het in de fik steken van de squishy. Open vuur. In een mini vuurtje. Ik zal het aan deze kant doen. Oh, duidelijk meteen een chemische reactie. Gelijk, hè? Oké, de squishy staat officieel in de fik. Nou, het resultaat van dit experiment is wederom de kenmerkende zoete geur die er van afkomt. Hij
gaat wel in de fik, in de brand. Hij smelt. Hij vlamt een beetje, maar hij dooft wel meteen. Dus ik zeg, het is een beetje een 50-50. Het is, houdt niet van vuur, maar het is niet gelijk lichte laaien en steekvlammen. Dus, maar we hebben het wel even hierbij gelaten, want anders dan vergassen we onszelf. En zoals je kunt zien zijn de andere twee, die we dus straks gebakken hebben, een beetje transparant geworden. Ook wel een... een bijzonder resultaat. Nou, ik ga naar boven. Ja, ik ga naar beneden. Jij gaat naar beneden. Hier scheiden onze wegen. Ja. Succes. Oké, tot zo. Tot zo. Sergio gaat zo van 10 hoog de discussie laten vallen. Okay. Nou, daar beneden staat René. Hi baby. Coast is clear. Ben je er klaar voor? Ja. De vallende avocado test. Deel 1. Komt ie! Geslaagd! Nou, er gebeurt dus niet veel mee. Zelfs niet van zo hoog. Hij stuit het gewoon. Ik zeg, goedgekeurd. Wat ga je doen, schat? We gaan over de laatste squishy heen rijden. Top. De unicorn. De ultieme test. Dus ik ben benieuwd hoeveel gewicht ik kan hebben. De Mini Cooper. Special English British Edition. Fucking vet oud hebben wij. En ready? Ik ga rechtdoor. Ik ben ready. Ik vind het wel ontzettend zielig. Maar... here we go. Yeah. De ultieme unicorn squishy. Onverwoestbaar. We hebben alle opdrachten gedaan binnen een uur. Ik word wel gebeld, maar ik neem straks wel op. Nog 7 seconden. En dan zitten de squishies een uur in de vriezer. En dan gaan we kijken. Oh, ik ben zo benieuwd, hè? Hij is helemaal hard. Hey, dat is grappig. Dat had ik nou niet gedacht. Dat het ook best wel snel eigenlijk. Nu is het ijsje een echt ijsje geworden. Let op, hij was een beetje... Oh nee, dat dan weer niet. Nee? Oh, die is niet gepakt, nee. Deze is gewoon... maar deze is... Oh, sowieso minder minder hard geworden dan die andere. Ja, ik vond hem net toen ik tussendoor ging voelen eigenlijk harder. Dus het lijkt alsof hij weer gesmolten is of zo. Deze is knijterhard geworden. Maar niet zo hard dat je hem echt hoort. Nee, dat dan weer niet.
Maar van binnen voel je echt wel een soort van bevroren blokje. Ja, en deze is eigenlijk nu alweer... ontdooid. Helemaal ontdooid en kamertemperatuur. Nou, ook niks gevaarlijks, denk ik zo. Je kan met een gerust hart, met een zak vol van deze squishies, een expeditie naar Antarctica. Nou, even de stand van zaken. Ja, ik... Deze hebben het overleefd. Het broodje heeft het half overleefd, hè. We vonden hem goedgekeurd. Hij is veilig, verklaard. Deze is... nat. Oh ja, die was... Deze was in de vriezer geweest. Deze kwam uit de vriezer en deze zijn gekookt geweest. Deze zijn gekookt geweest. Deze is van de 10e verdieping afgedonderd. En deze is overreden door een auto. Het is niet te geloven. Ongelooflijk. Vond je dit nou een toffe vlog? Een leuk experiment? Even een duimpje omhoog. En ben je nog niet geabonneerd? Even abonneren. Even op belletje drukken. Belletje drukken, want dan zie je alle video's die online komen. En wij gaan weer ons beramen op een volgende speciale vlog. Precies. Of het zij een testvlog of... We zullen zien. Heb je nog leuke ideeën? Laat het even weten. En deze, die zijn vergeven. Dus voor alle mensen die denken van, wat gaan ze nou met die squishies doen? Deze gaan, ik ga nog even opzoeken hoe ze ook weer heten. Maar deze, jij weet zelf wel, komen jouw kant op. Dank voor het kijken. Ciao! Later!